Hallo mensen, tof te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een potje free-for-all, hardcore, op de map Noir straks. Dit is vandaag een soort challenge tegen mij. Ik ben uitgedaagd om een potje Call of Duty te spelen. In dit geval is het hardcore free-for-all, sorry, op de map Noir, dus een DLC map. Maar wat hier speciaal aan is, is dat mijn koptelefoon hoort oorspronkelijk zo. Maar deze jongen draagt hem dus zo. Andersom dus. Of ja, nee, sorry, excuus. Dit is andersom. Dus we gaan een potje zo spelen. Hij zit helemaal niet lekker. Ik hoor mijn geluid van de andere kant. Dat is een beetje de trigger. Omdat je geluid van de andere kant hoort, is dit heel lastig. Dus op het moment dat je rechts hoort, gebeurt het eigenlijk links. Dat is eigenlijk het idee. Het klinkt ook echt heel raar dat de koptelefoon natuurlijk naar je oren staat. En dit staat het echt heel raar nu. Maar dat is de opdracht. Dus bij deze gaan we het uitvoeren. Free for all. Ik speel met de NV4 Flatline, met ELO, Quick Draw, Extended Max en Suppressor en een extra Karma erbij. En we gaan er gewoon wat moois te proberen te maken. Ik heb expres voor deze class gekozen omdat hij na zowel long als short range in zit. Kut. Ik dacht dat hij dood was. Oké. Sowieso vind ik dit niet zo'n hele chille map, maar het kan niet anders uit. En dan ook nog met omgekeerd geluid, top met campen. Dus Call of Duty, niet campen. Kom op. Ik speel zelf eigenlijk nooit free for all. Dus dit is voor mij dat ook nog eens een beetje wennen. Want ik, ja. Ja, ik speel gewoon. Nee, ik heb je gezien, man. Oh, kut. Waarom campt iedereen? Kom op, het is free for all. Het is niet camp vooral. Echt. Daar kan ik slecht tegen. Ah, kom op. Stop met campen. Dus ik ga toch nooit een potje binnen. Ik ren gewoon rustig rond en ik probeer een paar kills te maken. Als iedereen op een vaste plek zit, dan wordt het hem echt niet hoor. Ja, dit is bijna verplicht om elk hoekje heen te kijken. Kom dan. Ja, hij zou ook niet komen. Lastig dit. Ah, kom op. Stop met campen. Alsjeblieft. Oh, ik ga niet eens dood. Dat valt nog mee. Ja, het is echt een Call of Duty map hoor. Lekker campen met z'n allen. Oh, daar komt iemand. Oh, wat komt dan hier? Waarschijnlijk komt hij van hier. Ik ben niet zo van het campen, dus ik moet echt rondlopen. Anders vind ik drie keer niks. Campertje. Oh, ook jij? Dat er mensen campen, dat weet ik. Maar iedereen doet het nu. Je zou bijna zelf ook gaan doen, maar dat vind ik dus niks. Oh, hier is het iemand. Bra. Ik vind het dus echt niet grappig gewoon. Gewoon niet, maar gewoon iedereen campt. Ja, ik stop niet dat hij erboven liep, man. Ik ken gewoon rondjes, hè. Oké. Die harde muziek hier. Ik moet echt even campspotjes langs en hoekjes, want anders ga ik hem niet worden, want dan ga ik hier niet vinden. Ah, nee, ook zo'n vies plekje. You are close, but not the best on the field. Nee, ik ben er niet campen op het veld. Eén voordeel, het gaat niet zo hard natuurlijk. Het gaat natuurlijk niet zo hard omdat iedereen campt, dus dan kom je elkaar ook niet tegen. Dus dat is wel een voordeel. Dat is ook echt het enige wat ik kan bedenken. Oké. Ah, god. Ik kan nergens normaal naartoe lopen. Ik blijf dit dingetje indrukken omdat ik echt gefrustreerd raak van deze shit. En omgekeerd geluid, waar je helemaal niet zo op let eigenlijk op deze manier. Dat misleidt wel een beetje. Hey, kom je nou langs mij? Nee.
doen, maar elke bocht moeten kijken. Nee, het zijn kermspullen en oh, natuurlijk, hij stond er wel bij. Oh, en dan komt hij hier. Zo. Super chill. Twee wapens, wat dit betreft. Ik ga door die map heen vliegen om te kijken of er iemand zit ergens. Volgens mij zag ik daar de eerste die echt aan het rennen was. Ik vind het echt verschrikkelijk, man. Dat kan wel van. Je kan ook echt. Ik weet op de zouden gaan zitten, maar ik kan ze gewoon moeilijk bereiken. Dat is het hele probleem. Oh, oh, die zit ook al hier? Oké. Ze verplaatsen zichzelf. Nee. Zo. Oh, dit is lastig. Oké, ik heb expres wat lage streaks, daar zit ik er helemaal niet verteld, maar omdat ik verwacht vaak dood te gaan, heb ik lage streaks gezet dat ik niet verwacht ze anders te halen. Ik moet ze zo wel even inroepen. Oké, gaan we dit ding even hier neerzetten. Ik zet hem hier neer. Gaan we even kijken. Ik kan natuurlijk niet zien. Zo zou ik het zelf killen. Oké. Ja, dan kan ik het ding nergens kwijt. Dus dat is het maar even niet handig. Zo, oh, is dat er ook nog eentje? Oké, ik sta wel aardig gelijk. Ik vind het wel heel lastig. Ik hoef uiteraard ook maar één potje te spelen. Want dat was de challenge. Maar, ook één potje is lastig. Je hebt en geen geluid en een DLC map en iedereen campt. Dus het is een combinatie van lastige dingetjes, hoor. Niet dat de DLC map lastig is, maar die kijkt toch net iets minder goed altijd. Tenminste, ik in mijn geval. Oké, waar is iedereen? Ik moet echt elk hoekje checken nu, want ze zitten echt overal te campen. Het is heel vervelend, het is heel jammer, maar het is niet anders. Niemand hier? Ah, oh, had me ook nog. En ik was hier alleen om te zoeken naar mensen die aan het campen waren. Je nagaan. Gewoon scherp. Ik moet goed luisteren naar welke kant hij zit, want ik hoor het nu dus andersom. Oh, dit is lastig. Ik denk nog eens achter tevoren uiteraard. Ik kan nergens meer op vertrouwen, dat is echt heel lastig. En ik speel net Free For All. Oh, dit is echt een hel wat dit betreft. Zo. Super. Oké. Opletten. Omhoog. Wat een harde bal, man. Damn. Oké. Oh, wat? Nee! Oh, niet eerlijk. Oké, nu ga ik waarschijnlijk niet meer winnen. Het zal in ieder geval goed lastig zijn. Want de kans dat ik 3 kills maak en iemand niet 1 kill. Kijk, ik ben derde geworden.
Ik vind het, dit is oprecht echt lastig, jullie hebben geen idee. En voor de duidelijkheid voor de mensen die niet begrepen wat ik dit heb uitgelegd aan de hand van dit potje. Ik heb gezet koptelefoon ongedraaid gezeten. Free for all speel ik nooit. Hardcore team hardcore free for all speel ik eigenlijk nooit. En ook nog eens nu op een DLC map heb ik ook nog nooit gespeeld. Dus die combinatie had ik gewoon nog nooit gehad. En natuurlijk je hele geluid omgedraaid, want er zitten zowel links, alles wat links hoor je rechts. En alles wat je voor zou te horen moeten horen, hoor je nu achter. Dat is heel erg tricky en pijn in je hoofd krijg je daarvan. Maar, ik hoop wel dat jullie van deze video genoten hebben. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Ik doe ook zeker mijn koptelefoon weer goed, want dit is echt drie keer niks. Dit is een stuk chiller. Dus ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal beneden in de beschrijving. En vind je dit dan tof, die challenges? Laat dan zeker een nieuwe challenge achter die je kan doen. Het kan zijn in core, in hardcore, standaard, featured in de DLC. En verzin het maar. Alles kan. Wapens, alles. Alles kan. In ieder geval, als jullie van deze video genoten hebben, doe zeker dus even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal hier beneden. En zeg ik, als ik je bedankt voor het kijken, zeg ik laters. Dag en doei!